Nou, allereerst hebben we maandag de wedstrijd van de zondag, hè, Utrecht thuis, nabesproken. En jongens die daar zondag wat minder gespeeld hadden of niet gespeeld hadden, die hebben nog gewoon een goede training gedraaid. En de andere jongens hebben in herstel gezeten. Dinsdag was iedereen vrij. En vanaf woensdag zijn we het vizier gaan richten op de aankomende wedstrijd van zondag, Fortuna Sittard. En nog steeds soms onder wat moeilijkere omstandigheden, omdat er nog steeds behoorlijk verscherpte maatregelen zijn. Waardoor een flink aantal stafleden die direct betrokken zijn bij het eerste thuiswerken bijvoorbeeld, omdat ze niet direct een functie hebben op het veld. En zo zijn er meerdere maatregelen binnen de club die nog van toepassing zijn, met maar één doel. Om ervoor te zorgen dat het risico zo klein mogelijk is voor ons om besmettingen op te lopen. Wat was de analyse op het duel met FC Utrecht? De vraag die bij veel supporters naar voren kwam was: waarom viel bijvoorbeeld Remco Balk niet in, die tegen Ajax nog in de basis stond? Ja, begrijpelijke vraag. Ga ik even een week daarvoor terug in de tijd. Remco had tot die tijd nog niet in de basis gestaan. Toen moesten we tegen Ajax en wij hadden het gevoel dat er veel mogelijkheden zouden komen voor ons om vanuit de lange bal te spelen. Omdat Ajax met veel mensen hoog druk zet. En soms wel eens in momenten met 8 spelers hoog druk zet. Waardoor je dan 2-op-2 komt te staan voorin. En, nou, we hebben met Jurgen best wel een aanspeelpunt. Moet zich zeker ook nog wel ontwikkelen op bepaalde vlakken. Maar we hebben wel een aanspeelpunt. En wij dachten in die wedstrijd behoefte te hebben aan een jongen die daar heel goed omheen kon spelen. Met diepgang in zijn spel, met heel veel energie. En dat is Remco. Dus vandaar dat we in die wedstrijd toen voor Remco hebben gekozen. En het was ontzettend mooi om te zien dat we die wedstrijd uiteindelijk wonnen, mede door een goal van hem. Nou, vervolgens krijgen we Utrecht thuis. Compleet andere wedstrijd. Utrecht verdedigt op een hele andere manier. En volgens ons zou het beste passen om wat meer met een creatieve linksbuiten te spelen. Die goed is in 1-op-1 acties. Die dreigend kan zijn vanaf die flank. Vandaar dat we in die wedstrijd weer gekozen hebben om met Patrick Joosten te gaan starten. Het was ook voor het eerst mogelijk om met Patrick Joosten te starten. Hij heeft de hele voorbereiding gemist, een paar keer ingevallen en was nu op een fitheid gekomen. Dat hij kon gaan starten en vanaf die positie proberen het verschil te maken. Patrick is gewoon bij 5-6 hele dreigende momenten betrokken geweest. Alleen helaas heeft dat net geen goal voor ons opgeleverd. En dan is de volgende vraag: gedurende een tweede helft moet je gaan wisselen. Waarom heb je Remco niet gebracht? Dat was zeker een optie om Remco te brengen. Alleen aan de andere kant, de jongens die in de A-selectie zitten, vast al, die waren voor het eerst allemaal weer beschikbaar. Arjen Robben was er weer bij. Nou, het lijkt me logisch dat Arjen dan minuten gaat maken met een invalbeurt. Alessio da Cruz mocht voor het eerst minuten maken. Die hebben we gehaald met een bepaald doel, dus die heeft minuten gemaakt. Gabriel Goodmanson voor het eerst weer terug na een paar weken blessure. Kon ook weer zijn eerste minuutjes maken. Ja, en daarom hebben we nog andere jongens met Mohan Koeri. Tot die tijd altijd in de basis gespeeld. Kan ook gewoon invalminuten maken. Dus ja, daar moet je dan een keuze maken van: geef ik dan aan de ene kant een jongen die het de week daarvoor uitstekend heeft gedaan, de kans op wat minuten? Of kies je weer voor andere jongens die al in de A-selectie zitten en die juist nu moeten gaan groeien in hun wedstrijdritme, omdat ze volledig meetrainen en ze nu de volgende stap moeten maken met wedstrijdminuten? En een nadeel daarvan is ook nog voor die jongens: op dit moment mogen we geen oefenwedstrijden spelen. Dus als ik Gabriel of Alessio of Arjen niet laat invallen, dan kunnen we niet in de week in een oefenwedstrijd die wedstrijdminuten geven. Dus vandaar dat mijn keuze tegen Utrecht was om die jongens te laten invallen. Omdat we denken dat we die de komende weken keihard nodig hebben. Ja, op dit moment positief. De afgelopen weken hebben we iedereen op het trainingsveld gehad. We zijn uiteraard getest weer van de week. Morgen gaan we de laatste training in. En dan is het altijd even de vraag hoe ze fysiek door de laatste training heen komen. En wat zijn de uitslagen van de testen? En ja, nadat die twee bekend zijn, kunnen we een definitieve selectie maken richting Fortuna. Het is een aardig busreisje. We hebben hem de afgelopen 2 jaar ook al 2 keer gemaakt. Vaak, 2 keer geen goed gevoel aan overgehouden. 1 keer gelijk gespeeld, 1 keer verloren. Ook 2 mindere wedstrijden gespeeld daar. Ik blijf erbij, het is gewoon een moeilijke uitwedstrijd. Ook al staan zij nu onderaan.
Volgens mij hebben zij tot een paar weken geleden zelfs nog keihard uitgesproken dat ze dit jaar play-offs willen gaan halen. Ze hebben ook daar behoorlijk wat spelers voor gehaald. Hè. Ze hebben een jongen uit de Bundesliga gehaald als spits. Ze hebben Söntjes teruggehaald vanuit Turkije. Was vorig jaar nog basisspeler bij AZ, voordat hij wegging. Ze hebben Rienstra teruggehaald, was basisspeler bij Heerenveen. Dus ze hebben eigenlijk best wel wat jongens gehaald om proberen die volgende stap te zetten. Nou, qua punten hebben ze een wat mindere start van het seizoen. Aan de andere kant zeg ik ook, en dat geldt ook voor ons, we hebben ook al PSV en Ajax gehad. Zij hebben al, geloof ik, AZ en PSV gehad. Dus het wordt zeker een zware wedstrijd. Aan de andere kant is mijn overtuiging met de groep die wij hebben en hoe we erin zitten op dit moment. Als wij ons niveau halen, dan kunnen we daar winnen. Wat ik net al zei, als trainer heb ik er dan tot nu toe nog geen fijne herinnering aan. Hopelijk verandert dat na zondag. Als speler herinner ik me dat ik volgens mij in mijn jongere jaren bij Excelsior uit heb gespeeld bij Fortuna. Wonnen we met 2-4 en volgens mij scoorde ik 2 keer. Dus die dwarrelt nog ergens op mijn netvlies. Maar het belangrijkste is dat we er alles aan gaan doen om zondag met 3 punten terug te komen.